Er is dus iets wat ik al heel lang wil doen. Ik wil namelijk een hele dag alleen maar één kleur eten eten. En aangezien het bijna kerst wordt, dacht ik, weet je wat, we gaan vandaag alleen maar rood voedsel eten. En het lijkt best wel makkelijk, maar dat is het niet helemaal. Dus ik heb wel mijn research gedaan van tevoren. En je kan wel zeggen dat dit denk ik een gezonde soort van rode what I eat in a day is. Het wordt heel leuk en ik heb heel veel leuke producten erbij gehaald. Dus laten we vooral beginnen met een hele dag rood eten. Oh ja, rode trui zit er ook bij. We zijn nu net weer thuis en Nos heeft allemaal rode dingen gekocht. Een beaten wrap. Wacht maar, ik ga je ontbijt nu maken, oké? Okay? Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Een beaten wrap. Het allereerste wat we gaan doen is natuurlijk gewoon een ontbijtje maken. Ik ga een smoothie bowl fixen. Het is een proteïne smoothie bowl. Die helemaal rood, roze... achtig is. In plaats van normale amandelmelk heb ik red fruit melk gehaald. Ik weet niet of dit wat is. Deze zak met mixed berries en allemaal verse dingetjes natuurlijk. En wat ik vandaag ga proberen, ik weet dus niet of het lekker is, maar ik hoop het wel. Van de My Protein ga ik de My Vegan Black Currant proteïne uitproberen en deze schijnt echt super lekker zijn. Ik heb zoveel reviews al gelezen, ook op Instagram van iedereen. En MyProtein heeft nu ook Black Friday sale. Dus als je naar de beschrijving gaat, kan je er alles over lezen. Er is nu 42% korting met mijn code en natuurlijk kan je even mijn linkje gebruiken. Dus dankjewel als je dat doet. Haal even je staf, want nu is het dus heel erg goedkoop. Laten we lekker de smoothie bowl gaan maken. Ik ga de camera even aan Jer geven en dan kan hij laten zien wat we gaan doen. Technisch gezien, Jer, mag je eigenlijk kiezen, want ik heb twee rode proteïne smaken. Oké. Okay. Jer gaat dus voor watermeloen vandaag en ik ga voor deze. Laten we eerst die van Jer maken, want jij hebt honger, denk ik. Goed, ik ga gewoon één schepje watermeloen proteïne gebruiken. Deze is echt super lekker trouwens. Dan deze. Ik hoop echt dat dit wat is. Zo. Begint goed dit. Oké. In ieder geval, het ruikt wel heel erg lekker. IJsblokjes. IJs krijg gewoon. Ik weet niet wat er vandaag met mij is, maar ik laat alles vallen. In ieder geval, voor Jer doen we echt veel ijs, want ik wil die smoothie bowl heel dik hebben. Dan pakken we deze. Jesus! Ja, is lekker, jongen. Dan gaan we deze doorheen doen. En ik begin met een klein beetje en ik kijk gewoon eventjes wat er van komt als ik dit nu ga mixen. Oh, nou, dat is echt fucking lekker. Het is wel veel, Jer, dus ik hoop dat je honger hebt. Wacht, die op de nasmaak of zo? Nou ja, je moet even echt goed proeven, zeg maar. Dan ga ik nog wat besjes erbovenop leggen. Klaar. Het bakje is alleen een beetje te klein. Oké, de smoothie bowl. Ik heb een beetje een te klein bakje gehaald voor je. Maar ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ik hoor, wat is dit nou allemaal? Taste test. Het is een watermeloen smoothie bowl met rode vruchten en framboos. Zuur. Dat vind je lekker toch? Aha. Goeie hè? Ja, maar die watermeloen is echt sterk. Ja, dat is toch juist de bedoeling? Echt goede keus. Ik ga die van mij nu ook even maken. Moment. Die van mij is net klaar en het ruikt gewoon naar cassis. Holy shit, het is echt super lekker. Ik heb dus deze gebruikt. Het is dus vegan, dus ook voor de vegans onder ons kan je deze smoothie bowl dus ook gewoon fixen met deze. Oh, je gaat zo jaloers zijn. Het is kapot lekker. Ik denk het niet. Jawel. Wedden? Is lekker, of niet? Het smaakt echt naar cassis. Gewoon naar cassis sorbetijs. Daar smaakt het naar. Klopt. Ja. Kapot chill. Het ziet er ook echt heel mooi uit. Hij is wel een beetje roze geworden, maar goed. Ik keur hem wel goed. Jawel, maar die van mij is wel lekker. Ik kan wel zeggen dat de smoothie bowl zeker weten geslaagd is. Ik vind het wel jammer dat er geen granola in kan of zo. Of kokosnoot. Of... Ja? Ik helemaal niet. Die van mij is op. Ja. Waarom mis je dat dan? Ja, dat is toch een smoothie bowl. Ik had gewoon fruit. Ik heb nog meer toppings moeten doen, aardbeien en zo.
Ja, oh ja, oké, dat mag ook kunnen. Maar voor de rest, zoveel rode dingen zijn er niet hoor. Echt wel. Wat dan? Oh jezus, ik maak het echt. Alles zit onder, Jerry. Maar ik ben serieus echt benieuwd wat we vandaag allemaal gaan eten. Ja, oh, dat trouwens hadden we nog eens gezegd, volgens mij, of wel? Nee, jij weet, nee, jij weet, jij weet niet wat we gaan eten inderdaad vandaag. Alles rood. Mm-hmm. Alles. Het is echt allemaal anders. Ja. Nou, de bitter wrap, dat heb ik meer. Ja, dat is het enige wat je gezien hebt, toch? Lekker, man. Fuck. Nee, maar. Nee. Nee. Wat dan wel? Ja, nee, is weer lekker. Ja, je moet altijd eindigen met je goede smaak. Het was ondertussen wel weer tijd voor een snackje. Dus wat wij gaan halen. Een snackje. Dus we gaan eventjes wat lekkers halen. En de meeste van jullie weten waarschijnlijk wel, als je het ook op mijn Instagram gezien hebt tenminste, dat ik heel erg hou van bubble tea. Jer ook. Normaal nemen we altijd een matcha bubble tea, die is groen. Dus dat is een beetje vervelend. Dus ik hoop dat we wel iets anders kunnen vinden wat roodachtig is. Die smoothie bowl die werd uiteindelijk een beetje roze, maar het geldt wel, want het zijn rode vruchten die erin zitten, zo, you know. In ieder geval met de bubble tea gaan we het even anders proberen. Ik hoop echt iets roods te kunnen halen. Nou, deze gaat weer op. Aangezien we in Amsterdam Centrum zijn. Top. Wat heb je besteld? Eén strawberry, green tea strawberry tea voor jou met aardbeien poppings. En voor mij heb ik een strawberry mint met poppings besteld. Dus het is allebei rood, maar ik heb ze allebei nog nooit gehad. Dus ik weet niet of het lekker is. Maar... We got the bubble tea. Gevonden en ze zijn welke, allebei rood. Welke is nou voor mij? Deze is van jou. Dit is een normale green tea met aardbei en aardbeien poppings. Mm-hmm. Bij deze zat alleen geen aardbeien poppings, dus dat ja, die zijn dan wel wit, maar nou ja. Rood. Anyways, het is rood en dit is met aardbei en mint. Ja, en weet je wat het ergste is? Ze hebben al weken hebben ze geen matcha meer. Ja. En dan precies vandaag hebben ze het weer bijgevuld. Ja, maar we mochten niet. Hier, ik hoop dat je het lekker vindt. Oh, wacht, dit is die van mij. Je kijkt alsof je het niet lekker vindt. Mm. Het is een beetje bitter. Mm. Is wel oké. Maar het is die bittere theesmaak met de zoete van aardbeien. Mm. Dit is wel lekker hoor. Dit is met mint en aardbeien. Heel fris. Mm. En ik haat mint. Oh, maar die van jou smaakt echt gewoon naar groene thee. Jer. Heb je... Nee, wil jij het afwisselen? Oké. Okay. Oké, ik heb dus rood vlees gekozen en rode ui. Ook al lijkt het een beetje paars, maar goed, het heet rode ui, dus dit geldt wel. En we gaan tortillas maken. Wel zonder de meeste dingen die ik normaal erin zou doen. Dus dat is een beetje jammer, zoals een beetje kaas en zo. Maar goed, vandaag alleen maar rood, dus dat worden ook de tortillas. En dat zijn dus die bieten tortillas waar ik het over had, die ik heb gekocht. Kijk. Heb jij ze zelf al een keer geproefd? Nee, ik heb ook echt geen idee of het lekker is, maar... Ze zijn dus gemaakt van... Veggie wraps. Van hier. Van rode biet, tarwebloem, rode bietenpuree, rode bietenstukjes, palmvet, pepersuiker. Maar dit wordt onze lunch. Dus ja, we hebben ook rode wraps gehaald. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dit er zometeen uitkomt. Ik denk dat het wel gewoon lekker is. Ik bedoel, het is gewoon eigenlijk basically wat we normaal... Ja, ruikt het goed? Ja. Het is gewoon basically wat we normaal ook eten. Dus ik zie niet in waarom dit anders zou smaken. Klopt. En ik heb trouwens ook nog
Dat is ook een goeie, als je ook zo'n dag een rood eten wil doen. Ik heb salsa saus gekocht in gewoon flesjes alvast. En één daarvan is met garlic erin, dus met knoflook. En de andere is zonder suiker. Kan je dat weer combineren, heb je een lekker sausje. Dit is dus hoe het eruit ziet. Is hij rood, Jer? Ik weet niet. Hij is rood-roze. Nee, echt rood. Kom maar. Ja. Oké. Het smaakt niet heel erg anders. In ieder geval, ik wil jullie even een tip geven. Om tortillas op te warmen, zo eet je dus niet je tortilla. Als een echte Mexicaan. Dus dat gaan jullie vandaag even leren. Nooit zo eten. Ik gebruik een pannenkoekenpan. Kan je gewoon bij Ikea halen of bij de Blokker of weet ik veel wat. En dan warm ik daarmee mijn tortillas op, zodat ze een beetje krokant worden. En dan is het gewoon veel lekkerder om te eten. Hier heb ik de tomaat bij gedaan. Dan ga ik nog een beetje salsa aan toevoegen. En nog een beetje van de normale salsa. Smaakt gewoon eigenlijk naar tomatensaus met kruiden. Heb je ook honger? Ondertussen ben ik ook een tomatensoepje aan het opwarmen. Ik heb die van Unox en dan is het goed gevulde tomatensoep. Dus er zitten wel andere kleur dingen in. Maar goed, tomatensoep is en blijft rood. Dus daarom dacht ik, weet je wat, dan doen we dat ook erbij als lunch. Nou, zo ziet het vlees eruit ondertussen. Echt super lekker. Gaan we op de wrap leggen. En dan heb je gewoon steak tacos. We hebben net alles hier mooi neergezet zo. Voor jullie. Allemaal mooi neergezet. Om te kijken hoe mooi rood dit allemaal is. Moet je kijken. Kijk, ik moet even een lichtje erbij pakken hoor. Want het is zo ontzettend donker buiten. Dit zijn dus de wraps geworden. Nou, ik moet zeggen, het ziet er echt wel heel erg smakelijk uit. De tomatensoep en de roodbruine thee. Dus dit wordt onze lunch. Perfect voor als je niet tegen wat is het, gluten en zo kan, toch? Mm. Want dan kan je geen normale tortillas eten, maar deze is wel, denk ik. En dan kan ik gewoon tussen FIFA spelen. Ik moet dus eerlijk zeggen dat die wrap wel echt lekker was, toch Nas? Mm-hmm. En een snoezer. Hij voelt je gewoon overal in huis om bij je te liggen. Kom. Ik heb een kerstkaars. Die is ook rood. Het ruikt dus letterlijk naar een verse kerstboom. Het is echt heel apart. Het merk is dit, mochten jullie dat willen weten. Niet gesponsord of zo, maar ik vind het gewoon leuk. En we hebben nu wel een beetje... Ja, het is nog geen tijd voor dinner, zeg maar. Dus we hadden zoiets van, we hebben snacks nodig. Dus ik heb Ugo Sour Cannons. Voor me. Als het iets lekker is, zijn het zure snoepjes. En we hebben ook rood drinken, kijk. Dat je gewoon echt letterlijk gewoon alles rood kan vinden. Ja, weet je wat? Nou, dat is heel vies. Heb je er wel eens aan gedacht wat er gebeurt als jij naar de wc moet? Morgen. Dat vragen we dus echt af, hè? It's disgusting. I don't know. What's wrong with you? Dan denk je toch aan, I don't know. Wat? Come on. Lukt het? Doe normaal. Boe. Doe normaal. Ik eet nooit snoep. What the hell? Dat was echt nodig, serieus? Je hele wang zit vol. Het allerlaatste wat ik ga maken, en ook het allerlaatste van deze video, is een pasta. Alleen dan paprika, tomaat, alles rood pasta. Dus ik begin met ui. We hebben linzenpasta, wat ook echt daadwerkelijk rode linzenpasta is. Ik heb rode pesto gehaald, wat ook van paprika gemaakt is. Dus het wordt een heel erg vegan iets.
pasta di noci. Mm-hmm. Hier hebben we de rode pasta met de rode saus. Ik ben echt benieuwd. Deze linzenpasta. Ik ga eerst even alles mengen. Nou, dit is dus paprika, tomaat, ui en linzen. Ja, linzenpasta. En als drankje nemen we dubbel fris. Ook rood natuurlijk. Doen we die erbij. Volgens mij is het best wel lekker hoor. En? Ja, het mist een stukje kip of zoiets, maar ja. Het smaakt ook een beetje aan. Het smaakt een apart. Beetje alsof. Ja, weet ik niet. Ja. Het hoort niet zo, zeg maar. Ja, het is pasta die je niet gewend bent. Ik moet wel, ik vind het wel lekker hoor. I like it. Ik vind het wel echt toevallig dat we doen alles rood, maar dan toevallig wordt het ook heel veel vegan. Ja, maar het kan ook bijna niet anders. Of je moet de hele dag door rood vlees gaan eten. Ja, niemand wil dat, denk ik. Oké, nou, zoals jullie kunnen zien, vind ik het toch wel lekker. Ik vond het wel leuke dingen. Het waren hele leuke dingen. Het is alleen heel raar om in één keer één kleur te eten. En ik weet niet. Ik zit wel vol. Maar ik denk dat ook omdat ik heel veel snoepjes. Nee, ik had niet zoveel snoep. Wie wil liggen? Het voelde wel oké of zo. Alleen ik miste heel erg proteïne. Want je kan ook niet de hele dag leven op rode shakes of zo. Nee, ja, kan wel. Wat was jouw favoriet, denk je? Van de hele dag? Een smoothie, maar echt lekker. Die smoothiebol is echt nice. Ja. Ja, echt goed inderdaad. Jij? Ja, ik denk ook wel die smoothiebol. Bubble tea? Nee, nee, ik vond het niet zo. Ik vind matcha lekkerder. Dus ik denk die smoothiebol inderdaad en de snoepjes, die waren echt lekker. Ja, oké, maar dat tel ik niet meer. Anders, Nou. Maar dit is ook lekker. Het was wel super leuk om te doen in ieder geval. Laat even een duimpje achter. Ik ben heel benieuwd wat jullie de leukste maaltijd vonden. Ik zal trouwens dat recept van die smoothiebol even in de beschrijving zetten. Dan hebben jullie die in ieder geval. Ja, en... Dat is echt goed. Ja, toch? Dat is echt, echt heel lekker. Maken. Vooral die met cassis trouwens. Die blackcurrant waar we het over hadden. Die clear was echt fucking lekker. In ieder geval, je kan alles weer vinden in de beschrijving. Ook de Black Friday van MyProtein natuurlijk, want die is nu aan de hand. Klik even die link en ga eventjes shoppen, want het is gewoon heel erg goedkoop nu. 42% korting, dus heel fijn. Wij gaan... Ja, wij gaan. Ja, ik ben al klaar. Ik ga dit eventjes opeten. Als de video aan het afsluiten, dus weet je wat, ga jij nu eten, ga ik de video afsluiten. ja, die eet weer heel snel. Oké. Ik ga het even opeten en we zien jullie in de volgende video.